Is er weer een paniekaanval gehad? Pap, je kan gewoon tegen mij praten. Thee? Lekker. Lekker. Ik heb het gezegd. Hoe reageerde ze? Boos. Op jou? Ja, tuurlijk. Ja, ik kwam net aangelopen. Ik heb geen paniekaanval gehad, hoor. Nee, dat dacht ik ook niet. Nee, maar papa dacht het wel. Nou, ik was er bang voor, omdat je... Omdat ik altijd alles verkeerd doe? Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik. Je had er moeten zien. Het was heel moeilijk voor Isabella, maar jij hebt alles eerlijk tegen haar gezegd. En dat is heel waardevol voor haar. Zo reageerde ze niet. Waardevol voor haar en voor jou. Ja, je ging altijd alles uit de weg. Dat heb je nu niet gedaan. Het lijkt me het begin van iets goeds. Ik ben het helemaal met George eens. Ik moet door met pakken. Ja. Sorry hoor, maar dit hebben moeders soms. Mag je niet eens naar het vliegveld brengen? Sorry. Ik ben trots op je. Ik ga wel even. Mam. Ga nou maar je koffers pakken, anders pak ik ook nog. Hey, hallo. Oh, gelukkig, je bent er nog. Goed, ik heb van alles voor je meegenomen. Nu een paar lekkere potten crème voor als je in het vliegtuig zit, want dan krijg je zo'n droge huid van. Oh, heb ik iets raars gezegd? Nee. Ga lekker zitten. Ik ga straks Amy voor je halen, maar eerst zet ik een lekkere espresso voor jou. En blijf zolang je wil, oké? Een verschrikkelijke rotdag moet dit voor jou zijn. En je zag het ook helemaal niet aankomen, hè, die breuk met Ronja. Nou, ga lekker zitten, oké? En dan, wat gaan we doen met die rechtszaak met Ludo? Oh God, heeft hij daar niet over ingelicht? Daarom hamer ik juist op dat voogdgebeuren. Hij is natuurlijk bang dat je toch weggaat met Amy. Wat moet hij met een rechtszaak? Ja, erkenning als vader neem ik aan. En dan? Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in zijn agenda kijken. Dan hoeft hij mij dus alleen nog maar uit de weg te ruimen. Hou op met dit soort afschuwelijke dingen te zeggen. Hij is er wel toe in staat. Stop! Richt je op jezelf, niet op hem. Jij regelt je zaakjes gewoon perfect, zodat jou niets te verwijten valt. Ik kan mijn zaakjes wel op orde hebben, maar mijn verleden kan ik niet wegpoetsen. Nou, oké, maar richt je nou gewoon op wat je nu hebt. Je zorgt al jaren onafgebroken voor Amy. Je bent bezig een voogd te regelen voor het geval er iets misgaat, zodat zij niet onverzorgd achterblijft. Ik heb nog niet geregeld nu Charlie het niet wordt. Nou, maar er zijn zoveel mensen die voogd van Amy zouden willen worden. Ze is zo'n heerlijk kind. Ik ben toch ook dol op haar?